En mijn dochter heeft al gelijk met getrokken, dus en mijn man is een jaar later erbij gekomen. Dus. Nou, ik ben natuurlijk metgegangen op de zondag dat hun oog op de chatterie of de bondsfeesten waren. En dat veel mij ja, reuze met. En wie ik zag wie chatterie Sint-Gertrudis en Oostra, wie zich dat samenpakt. Ja, geweldig. Het is één familie. Dus dat, ik vulde me meteen toe. Samen zijn, de gehoorzaamheid eigenlijk. Ja, het is gewoon gezellig met z'n allen. Soms één grote familie. Mijn man is penningmeester, dus dat is ook heel veel met de chatterie bezig. Ik ben zelf met de kinderoorlaars druk bezig. Dus ja, daar werd wel heel veel over gekald. Ik vind trompet super leuk, omdat ja, mijn moeder begon ermee en ik zat daarbij. En toen dacht ik, ja, ik wil het ook gewoon doen. Het lijkt me gewoon super leuk, ik wil uitproberen. En toen ja, ging ik met mijn moeder mee naar zo'n les. En toen beviel ik me wel. Een en al trots, prachtig. Ik vind het fantastisch wat ze deed. Wie ziet die klank uit de trompet kreeg. Af en toe sleed het ook op de dikke trom. Dus het is heel muzikaal en daar ben ik toch wel af en toe jaloers op. Ja. Ik zit eigenlijk daar op de grond, aan die kant. En ik vertel wel of ze naar mij moest kijken, of daar kant op moest kijken, of gaat anders. Naar mijn kamer even. Hé, hey, Gwen, alles goed? Hé, hey, Gwen, alles goed? Je mag gewoon praten hoor. Dit jaar is Oles hier. Dat is wel speciaal, omdat ja, het is heel dicht in de buurt. En er zijn heel veel mooie dorpen in deze mooie gemeente. In Beekdalen, met nieuwe chatterieën. Ja, geweldig. Unieke mogelijkheid die wat voor ook een zware opstart gehad, maar we pakken allemaal zetten voor onze schouwers eronder. Ja, schitterend, schitterend. Echt genieten. Het is wel heel druk, maar het is wel echt genieten. Ja. Je moet ook presteren natuurlijk. Hè? Dus je drie moet ook presteren. Oostra moet winnen. Zoiets hebben we nooit echt kunnen meemaken. Normaal is het echt veel vuiler weg en hier zijn wel veel dorpen die je ook kent en zijn ook super mooi en het is wel bijzonder dat wij mogen beleven. Spelers, ik heb zo'n heel klein beetje, zeg maar, kin en trompet een heel klein beetje omhoog. Maar dat, nee, doe niet. Doe. Ja, mooi. Bij de chatterie in Oostra is plek voor jonge gezinnen. Want dat merken van gebeuren met open armen ontvangen en de zus nu tot er meerdere jonge gezinnen ook aansluiten. We moeten de traditie wel inhouden. Het is toch wel een iets ouds en ja, ze zijn er toch heel veel jaar geleden mee begonnen en dan is het wel speciaal dat het nu nog bestaat.